Hallo allemaal, ik wilde vandaag een van de mooiste programma's laten zien die ik gebruik voor Bijbelstudie. Gebaseerd op een, uh, de NET-Bijbel, zoals het heet, de New English Translation. Maar dat is een onderdeel van een veel groter programma met een heleboel verschillende vertalingen en teksten. Ik kan het heel even zo haal ik het naar beneden, dan dus zie je hier de verschillende. Modules die ik heb gedownload, de meeste daarvan zijn trouwens gratis. Uh, je betaalt een hele kleine vergoeding voor de NET en nog voor een paar andere uh, versies. Uh, maar daar zit veel Vulgaat uh, uh, bij, uh, Westcott Heard, de Griekse tekst. De Tyndale-Bijbel van 1526, uh, dus de voorloper zeg maar, van de King James en andere Engelse vertalingen. Uh, je ziet hier de verschillende Griekse teksten, hier de Griekse orthodoxe versie van het Nieuwe Testament. Eh, nou, ga zomaar door, de Aleppo Codex zit erin, dat is te veel om op te noemen. En er zit ook een statenvertaling bij. Dus dat is wel prettig, je hoeft hem maar op te klikken, je krijgt meteen de tekst waar je mee bezig bent in die versie. En hier aan de rechterkant zie je een heleboel verschillende commentaren, ook wel verzamelingen van boeken, zoals hier alle. 37 delen van de oude Philip Schaff editie van uh, de kerkvaders. Echt een geweldige bron van inzicht en uh, allerlei zaken die belangrijk zijn. Matthew Henry's uh, versie, de uh, woordenboeken zitten er ook allemaal in. Zoals hier de Mickelson en Hans Strong Dictionary of the Greek and Hebrew Testament. Allemaal geweldige... Uh, ...resources, geweldige bronnen om te gebruiken en ook uiteraard dan de NET notes, geweldig. New English Translation met de translators notes en de uh, study notes en alles wat ze daar geven. Ik zet hem weer even wat, uh, wat hoger. Ja, en dan zie je hoe het werkt. Ik heb hier nou de statenvertaling aangeklikt, maar dan ga ik weer terug naar de NET. Uh, je ziet daar de Engelse vertaling die ze geven. En je hovert, zoals het dan heet, je zet de cursor bij zo'n voetnootje en dan krijg je die voetnoten te lezen. Maar je kunt ze ook aan de rechterkant gewoon in het, in het scherm lezen. Even goed zetten. Nou, het is echt fantastisch wat ze daar allemaal te melden hebben. Ik heb hem ook in de gedrukte vorm. Maar je kunt hem ook op deze manier makkelijk bekijken. Je drukt op een, nou, is hoofdstuk 10 nemen. En je ziet beide schermen. Veranderen dan meteen. Je kunt de notus dus hier bekijken. Ik zou hier ook nog een ander soort van commentaar in kunnen zetten. En dan ga ik gewoon door de verschillende versen heen. Ik ga naar vers 3. Dan krijg ik hier de translator's note. Ik krijg hier de study note. Um, allemaal bij uh, het eerste woord doorkeeper, wat hier gebruikt wordt uh, né, met de aantekening. Uh, het zou ook porter kunnen zijn, dat is dan Brits-Engels, de portier. De deurwachter, zeggen wij. Uh, aantekeningen over de verschillende uh, commentaren die er geweest zijn. Allemaal uh, van he hele hoge kwaliteiten voor uh, nou, heel weinig geld te, te verkrijgen. Als je uh, verschillende versies van het Grieks wil vergelijken, is dat mogelijk. Je kunt ook hele andere commentaren hiernaast uh, zetten. Bridgeway Bible Commentary. Dat is een commentaar dat in 2005 is uh, gepubliceerd. Um, je hebt de Schofield uh, aantekeningen die uh, meer met woorden en zo te maken hebben, um, boekintroducties kun je daarin terugvinden. Um, nou ja, allerlei verschillende zaken. Uh, voor een deel ook voor. Er zijn wel Ginta in het Oude Testament. Uh, nou, allemaal geweldig interessant. Hoe, uh, ja, hoe kun je daar nou het beste mee, uh, mee werken? Uh, wat ik altijd doe, uh, dat is die tekst eerst uitgebreid lezen in een vertaling of in meerdere vertalingen. Ik neem altijd een Engelse vertaling. Bijvoorbeeld de NET, dus de New English Translation, die we hier zien. Maar uh, omdat daar nogal wat nieuwe vondsten in zitten. Vind ik het ook plezierig om een standaard Engelse vertaling te lezen, de uh, English Standard Version of de uh, New American Standard Bible. Um, en dan pas te gaan kijken naar het Grieks. Nou, er zijn uh, verschillende mogelijkheden voor. Um, hier zie je heel aardig, even kijken of ik dat omhoog weet te krijgen. Uh, uh, uh. Uh, een hele morfologische analyse krijg je dan te zien van dat woord Arche wat ik hier heb aangeklikt Dan gaat hij weer dat is wel even onhandig je moet het dan met shift aanklikken en dan kun je hem omhoog trekken als het goed is even kijken Dan gaat hij zo kun je dat dan volgen je moet wel die cursor dan op het dingetje houden ja, maar Arche en dan Zie je de grammaticale analyse? Wat is het? Het is een zelfstandig naamwoord. Het staat in de derde naamval. Uh, het is enkel fouten, en het is een vrouwelijk woord. Archeï. Moet je wel Griekse letters kunnen lezen, maar hier zie je ook de um, in Latijnse letters weergegeven. En dan zie je daaronder, dat is buitengewoon interessant. Uh, dat heb ik zo ingesteld. Je kunt andere woordenboeken ook gebruiken. Dan zie je de Griekse. Uh, of Beter de Hebreeuwse woorden die soms met het woord Arge worden vertaald. Uh, bikur, wat met de oogst te maken heeft. Geel. Jom, dag, wordt ook wel eens een keer met Arge vertaald. Yare Shareesh, uh, de, de erfenis. Uh, yashar. Uh, ken, kipa. Nou, je ziet al die verschillende woorden die in enkele keer in de Septuaginta met arge samengaan of met arge vertaald worden. Hier trouwens de laatste voorbeelden. Hè? De arge yarash is het begin van um, de uh, inheritance, het begin van de erfenis. Nou, um, yarash Yares wordt dan vertaald met arge yarash. Uh, hier, uh, kipa wordt wel als Arge vertaald, maar hier zie je die, die samenstellingen, die zijn heel interessant. Uh, Luag Luag wordt dan vertaald als Arge Luag. Uh, Mamlach, wat betekent heerschappij, gaat vaak samen met Arge, Arge Mamlach, begint van zijn koningschap. Memshala, ook met Arge, Memshala. een uh, ook regeren of heersen. Mishpat wat um, oordeel, rechtspraak betekent, argem is En dus dan zie je uh, hoe dat woord in de Sertuaginta heel vaak is, uh, is opgenomen en welke Hebreeuwse woorden dus in uh, het semantisch veld rond argem een, een rol spelen. Wat je hier niet zo direct uh, ziet, maar dat zie je dan weer hier als je aan de rechterkant gaat kijken... Um, de samenhang met teksten van het Oude Testament. Dus laten we zeggen de verwijsplaatsen voor die woorden. Je klikt Locos aan, um, en dan krijg je uh, opnieuw datzelfde te zien als wat we met, met Arge hebben meegemaakt: de grammaticale analyse en dan de achtergronden, uh, eventueel in het vertaalde Hebreeuws van de Septuaginta. Een geweldige bron, geweldig om te gebruiken en dus uh, zeer aanbevolen. Er was een ander programma wat ik ook heel erg goed vond en heel lang uh, gebruikt heb. Maar dat is door de Word echt uh, uh, duidelijk uh, overtroffen. Dus kijken of ik dat nog snel vinden kan. Ja, dat heet e sort Dat is een heel ander soort van uh, uh, programma. Uh, maar dat is de voorloper, zou je zeggen, van de Word. Uh, ook geweldig, het programma van Rick Myers, dat die regelmatig heeft uh, bijgewerkt. En waar ook modules voor uh, aan te schaffen zijn. Ik vind uh, The Word net wat aardiger om te gebruiken, omdat er ook die NET-bijbel in zit met die uh, 60.000, uh, ruim 60.000 voetnoten en aanwijzingen. Uh, maar hier zie je een beetje hoe dat, uh, ik ga hem even proberen kleiner te maken. Kijk of ik hem kleiner kan maken. Dan gaat hij al. En dan zet ik hem er even in. En dan zie je dat het bijna hetzelfde, hetzelfde systeem is. Aan de rechterkant de verschillende commentaren. En aan de linkerkant dan de tekst. En hier heb ik in dit scherm nog de woordenboeken apart staan. Dus wat je daar ook kunt gebruiken is de Nederlandse Statenvertaling. Het werkt allemaal ietsje minder. Uh, makkelijk en, en intelligent. Maar ik heb hier een aantal commentaren in staan. die ik niet in die andere heb. Zoals bijvoorbeeld de Sermon Bible. Wat ook een geweldige uh, resource is. En de Pulpit Commentary. Ook echt fantastisch. Uh, waar ze eerst de expositie geven van de, van de tekst per vers. En dan een aantal preekmogelijkheden. Ik heb hem ook in gedrukte vorm staan. De uh, Expositors Bible. Die ik ook in gedrukte vorm heb staan. Maar die zit hier dan ook tussen. Uh, Kyle and Delitzsch voor het Oude Testament. We dus even kijken of ik dat uh, even kan laten zien. Uh, we pakken we Hosea als het maar Oude Testament is. En uh, dan zie je hier Kyle and Daly's. Uh, Preachers' homiletical gedeeld. Uh, Pulpit Coming. Robertson Word Pictures. Nou ja, al die verschillende resources. Alexander McLaren ook fantastisch om uh, te hebben. Maar het is niet voor elke passage beschikbaar. Dus, um, nou, in ieder geval. Die komen verschillende commentaren. En uh, de verschillende tekstmogelijkheden is ook heel nuttig om te gebruiken. Je moet ze dus alle, ik moet ze dus alle twee gebruiken. Want de uh, Sermon, Bible, pulpit commentary, de preacher is is allemaal niet beschikbaar in de uh, in Word. Maar geweldige mogelijkheden. Uh, het blijft toch voor mij altijd belangrijk om ook een uh, geschreven tekst, een gedrukte tekst bij de hand te hebben. Ik vind het vervelend om zo lang naar. Uh, een beeldscherm te staren. Maar als resource voor echte indringende Bijbelstudie. gaat dit veel sneller dan. Nou ja, met een stapel van zes, zeven boeken op je bureau. Dus het is zeer aan te bevelen. Ja, het enige wat ik er dan nog bij moet zeggen. het enige wat nodig is. is dat je goed Engels kunt lezen. Daar kan ik dan verder niks aan doen. Het zijn Engelstalige resources. En die Nederlandse versies die we wel hebben. Uh, logos, Bijbelsoftware, en dergelijke, ze zijn een stuk duurder. En uh, een stuk minder uitgebreid, en een stuk minder handig in het, uh, in het gebruik. Dus het is de moeite waard om wat te oefenen met, met Engels. Dat pak je eigenlijk ook wel uh, zo op. Oké, okay, dat uh, was het. Deze aanbeveling geef ik dus mee. En uh, nou, studeer ze.